Hi, mijn naam is Stefan van Indie Energie en wij helpen bedrijven bij het realiseren van een zonnestroomsysteem. In deze video wil ik het met jou hebben over de subsidieaanvraag. Hoe doorloop ik de stappen zodat ik een goede subsidieaanvraag doe? Een subsidieaanvraag dient zorgvuldig te gebeuren. Enkel alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen door het RVO. Op onze website staat een stappenplan en een handleiding die je kan downloaden zodat je zelf de aanvraag kan indienen. In deze video doorloop ik kort met jou de stappen die je moet nemen tot een aanvraag. Stap 1. Zorg ervoor dat je een identificatiemiddel krijgt, zodat je straks kan inloggen op het e-loket van het RVO om de aanvraag in te dienen. Stap 2 is verzamel de documentatie. Zorg dus dat je een projectplan opstelt, een financieringsplan, een exploitatieberekening en zorg voor een verklaring van de vastgoedeigenaar van de locatie zelf. De volgende stap is het indienen. Dien jouw aanvraag tijdig in, want bij het RVO is wie het eerst komt, die het eerst maalt. En als laatste is het afwachten op het bericht van het RVO. Doorgaans gebeurt dit binnen 13 weken. Nou, nu, voor dit jaar is vastgesteld dat de openstellingsronde 5 oktober is. Dus vanaf 5 oktober kan jij jouw aanvraag indienen. De openstellingsronde duurt van 5 oktober tot 11 november en verloopt in 3 of 4 fases. Zorg voor jouw zonnestroomsysteem of project dat je in fase 1 indient om meeste kans te maken op een subsidie. Mocht je hulp nodig hebben bij het aanvragen of je hebt andere vragen, neem contact met ons op en we helpen je graag verder. Mijn naam is Stefan van Indie Energie.